Goedendag dames en heren, jongens en meisjes. We zijn hier in Ghana, in Elmina. En achter ons is Fort Elmina. En daar gaan wij zo meteen een kijkje innemen. En bij ons hebben we Cyprus. Cyprus is een officiële gids. En hij gaat in het Engels ons het een en ander over vertellen. Dus kom maar mee. Ado. Okay, now we are at Fort Elmina. And then when we talk of Fort Elmina, the first thing that comes to mind is the slave trade. But the original purpose of this structure we have here was not to take slaves from Ghana. In 1471 zijn de Portugezen in Ghana aangekomen. In 1481 hebben ze het Fort Elmina gebouwd. Dit gebruikten ze voor de specerijhandel om andere schepen tegen te houden. En later werd het gebruikt voor slavenhandel. De Nederlanders het fort overgenomen en het gebruikt voor slavenhandel. Toen slavenhandel werd afgeschaft, hebben ze het aan de Britten gegeven en de Britten hebben het gebruikt voor een politieopleiding en het trainen van het leger. Dit is de Portugese kerk, voordat de Nederlanders het overnamen. En toen de Nederlanders het overnamen, werd de onderkant werd handelsruimte waar ze konden handelen. En de bovenruimte werd waar de gouverneurs zaten met de overgang. All the rooms you see down here, except two of them were kept for male slaves. Here is what we call the female dungeon. Many of these females died here because of the hygienic situation. Dit is een van de twee ruimtes waar vrouwen zaten. Er zaten in één ruimte 300 vrouwen en ze moesten hier 2 tot 3 maanden zitten. Dit wat je hier ziet, dit is niet origineel, maar dit is om te laten zien hoe het hier wel uitzag. En in this particular cell, so many female slaves died. En daarom het hoekje was een canvas en een wc konde en in de andere hoek daar ook. Some of them became so weak that they could not even reach the toilet can. So they barely did everything on the floor and they stayed in it. Daar is een klein
opening en het is geen raam, maar daar werden wapens in opgeborgen en daar was dus heel giftige lucht kwam daar uit en daardoor zijn ook heel veel mensen hier dood gegaan. That also contributed to some of the casualties here. This is the branding room. It is also one of the rooms where a lot of male slaves died out of shock. Every merchant who bought a slave had his own symbol or sign. Mensen die gaan door die deur en kregen dan van elke letter hadden ze een stempel en die werd vervolgens verwarmd en weer kregen ze een stempel op hun rug. Dit is de meeting room. Vanuit daar kwamen de mannen vanuit de brandkamer hier naartoe en de vrouwenkamer vanuit boven. Als je geluk had, kon de mannen en vrouwenkamer zien van dat soort boot gescheiden werden. Well, this is the room of no return. And that is the door of no return. Well, no slave came into this room and went out of this door and came back. Whoever got here will have to get into the ship. We moesten zo met een klein bootje eerst stappen voordat ze naar het grote boot konden. Maar omdat ze nog nooit de zee hadden gezien, raakten sommigen in shock. En omdat ze met 10 aan elkaar vastgeketend zaten, als eentje dan in het water viel, dan viel de rest automatisch achteraan. En hier zijn 40 miljoen mensen dood. Well, those period, no Dutch person or Portuguese person or English person came to Africa with the wife. De gouverneur kwam hier zonder vrouw heen en ging op het balkon staan. En de vrouwen stonden hier op het plein en de gouverneur koos één vrouw uit. En daarmee ging hij naar bed mee. En, toen ze klaar waren, werd de vrouw even apart gehouden. When she came back, she was not put directly into the cell. She was kept here for at least a month. But in that period, if it was discovered that that slave was pregnant, she had her freedom. She was set up because she cannot be sold, and no merchant would like to buy a pregnant slave. Er waren twee waterputten in Port Almina. Eén waterput was gebouwd door de Portugezen in het begin toen ze het fort hadden gemaakt. Alleen toen de Nederlanders het fort over hadden genomen, toen waren ze bang dat de Portugezen misschien gif in het water hadden gegooid. Daarom hadden ze nooit deze put gebruikt, maar een andere groter gebouwd. De stones en de woods that are used to build this castle, majority was from here. And it is believed that the rock on which this fort is built is about 100 meters deep from the ground. So it's a very solid foundation for this. Well, the first layers of the stones that were brought in here were brought from Portugal. And then when we go around, if you see red bricks, then they came from Portugal. If you see yellow bricks, then they came from Zeeland. De gele stenen die we hebben binnengebracht van voor de Nederlanders en de rode voor de Portugese. Why should they bring the stones from there, since we have a lot of stones in Ghana? When the ships are coming, they come empty, and for them to have their balance so that they can travel faster to this place, they fill it with wood and stones. And these wood and stones
were used to do repairs, to renovate the fort. And that is why they have to carry those materials here. Dit is de cel voor de blanken. Als ze niet hadden geluisterd of als ze hadden gedronken. Deze cel was ook maar voor tijdelijk, voor een paar dagen. En hier kregen ze ook gewoon eten en drinken en hier was ook licht. As we saw from the top before we entered, this is the condemned cells. No slave was put here and then came out alive. Dit is de cel voor de slaven die zich niet goed gedroegen of die zich niet luisterden. Als de slaven wisten als ze hierin kwamen dat ze niet meer levend hieruit zouden komen. Het doel eigenlijk van deze cel was ook dat de slaven die buiten liepen bang te maken. En de andere slaven moesten ook de dode slaven naar buiten brengen en in de zee gooien. Hier is vroeger water, zoals je daar ziet van die stenen, dat was vroeger een pier waar het grote schip lag om de slaven naar Amerika te brengen. En bij die pier lagen ook kleine bootjes, heel klein, waar de 10 man in zaten om naar het grote schip gebracht te worden vanuit de cellen. Toen de Nederlanders het fort overnamen, hadden ze al een kerk. Dat was een katholieke kerk, maar de Nederlanders waren niet katholiek, maar protestant. Dus ze hebben nog een kerk laten bouwen. Right beneath this church was the female dungeon. And well, what is written here is in old Dutch, which I've been told. It means this is the resting place of the Lord. This is where the chosen lady appears from. So from the female dungeon, she walks up here. And then the moment she comes up, this is closed. And then she is led to that stairs you see there. That is the stairs that goes to the governor's bedroom. So this is the bedroom of whoever was the governor at a particular point in time. And then you have a living room over there, and then also another dining room. Maar je hebt ook nog een deur waar ze kunnen vluchten als ze aangevallen werden. Elmina was dus van de Portugezen, maar Nederland bouwde dus dit fort veroveren, ook alle andere Europeanen. Dus de Portugezen dachten iedereen valt aan vanuit de zee. Dat hebben de Nederlanders 2 keer geprobeerd, maar na 2 keer kwamen ze erachter dat
alle kanonnen op de zee waren gericht. Maar dan de derde keer, de lokale mensen, de mensen hier in deze village, helpen de Dutch to go inland and then stand on top of that hill to attack the Portuguese. So the Portuguese were attacked from behind. They have all these big things facing sea, so they couldn't defend themselves. And that was how in 1635 the Dutch were able to take over this fort. And when they took it over, a few decades later, they thought, yes, well, some people can also attack us from behind. So they decided to build that fort up there, and that is called Fort Santiago. That fort was not used to keep slaves, but rather they put soldiers in that fort to defend the Dutch holdings here. Maar wij kijken naar de toekomst en wij willen wel graag het onderwijs laten zien. Maar dit is waar de tour van de castle ends. En ik denk dat we allemaal iets hebben geleerd. En we zullen de stories delen als we back to our school. En dank u heel erg voor uw aandacht. Thank you.